Stichting Projecta en het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur, BINI, hebben in het kader van de derde Suriname Olie, Energie en Gasseminar een paneldiscussie georganiseerd. Het thema was: tellen mensen mee, sociaal-maatschappelijke effecten van olie en gas. De avond telde drie presentaties. De eerste inleider was econoom Rosita Sobhi, die nader inging op het thema. Met haar onderwerp is economische groei nooit pro-poor. Ze heeft gewerkt met cijfers om planmatig te laten zien wat de olie- en gasontwikkeling met zich meebrengt. Maar we praten allemaal erover, maar wat zijn de harde cijfers? Waar willen we in 2030 zijn, waar willen we in 2040 zijn? Hoe hoog willen we onze GDP hebben op dat moment? Hoe willen we dat gefaseerd doen? Nergens krijg je cijfers of zie je cijfers en ook de concrete plannen ernaartoe, de stappen ernaartoe. Alles wat ik tot nu toe aan cijfers heb gezien, en natuurlijk heb ik niet toegang tot alle cijfers, dus het zal wel aanwezig zijn. Ik denk niet dat mensen met zulke grote plannen rondlopen en niks kwantificeren. Ruben Del Prado, public health expert, heeft in zijn presentatie gesproken over leven met olie en gas. Hij meent dat er niet alleen gekeken moet worden naar het geld dat er verdiend kan worden, maar ook naar de gezondheid van de oceaan en de Surinaamse samenleving. Socioloog Kirti Algo had als onderwerp de samenleving veranderd. Zijn we voorbereid? Zij stond erbij stil dat Suriname te midden zit van een politieke jugu-jugu. Dus onderhoud is zo belangrijk. En vandaar dat wij als land, als volk, als verstandige mensen erop moeten staan. Prevention by design. In het ontwerp van de olie-exploratie moeten wij erop staan als civil society, als experts, als overheid, dat het ontwerp, het hele proces, dat stap voor stap ontworpen wordt met als eindresultaat natuurlijk olie. Er is een cosmetisch huwelijk tussen politieke partijen om een zogenaamde etnische balans te behouden. De economische problemen die structureel plaatsvinden in Suriname, zitten hier daar heel uitgebreid over gepraat. Zorgen voor een groeiende bron van frustraties. Met name die verontrustende ongelijkheid. Ik heb niet zo lang geleden een praatje gehad met een collega en die zei van nou, wij kijken studenten op en binnen no time vinden ze de toegang tot de politiek. En guess what? Ze zijn rijker dan je. Shara Ganga, directeur Stichting Projecta, gaf aan dat ook de inheemsen en tribale volkeren dit heel goed op de voet volgen, zodat hun gebieden niet verwoest raken.